In 2012 is de TU het Bachelor College gestart. Dat was een hervorming van ons bacheloronderwijs, waardoor de TU een grotere doelgroep aan studenten trok, waardoor we steeds meer studenten aan de TU kregen en sneller dan we gehoopt hadden. En daarnaast hield er hervorming in dat de basisvakken zijn ingevoerd, waardoor er meer studenten hetzelfde vak moesten gaan volgen, waardoor we eigenlijk grotere collegezalen nodig hadden. En dat probleem moesten we zien op te lossen. MK2 is een audiovisueel bedrijf. Wij leveren totaaloplossingen voor diverse sectoren. De doelstellingen van de TU Eindhoven waren het vernieuwen van de verouderde audiovisuele apparatuur en daarbij het koppelen van zalen om het capaciteitsprobleem op te lossen. MK2 heeft die invullingen aangegeven door de aanleg van een glasvezelnetwerk en de installatie van videomatrix. De gekozen oplossing voor de TU Eindhoven is een oplossing waarbij meerdere matrixswitchers aan elkaar zijn gekoppeld op basis van CAT6-bekabeling of glasvezelbekabeling, afhankelijk van de afstand die moet worden overbrugd. Het voordeel van dit systeem is dat een extra ruimte heel eenvoudig kan worden bijgeschakeld. Kan een student niet in de hoofdzaal terecht om de presentatie te volgen, dan kan hij naar een tweede of derde zaal toe, waarbij het audio en het video van de hoofdzaal uiteindelijk wordt weergegeven en de student alsnog de presentatie volledig kan volgen. Voor de docent en student is er vooral veranderd de betrokkenheid tussen docent en student. En dat hebben we geprobeerd op te lossen naast de techniek door docenten te trainen om iets te veranderen in hun onderwijs. Docenten maken gebruik van een groot scherm midden in de zaal om de contacten met de andere zaal ook te behouden. En voor de studenten hangt er voor in de zaal een scherm waarin ze de docent kunnen volgen. En wordt er ook van bovenuit vanuit de control room geschakeld naar de grote PowerPoint of de grote presentatie van de docent. Alle ruimtes zijn voorzien van een AMX touchpanel met een bedieningsvriendelijke layout. Die bedieningsvriendelijke layout die is in elke ruimte hetzelfde, omdat het belangrijk is dat een vrij complex systeem door iedereen eenvoudig kan worden bediend. Indien een docent ondersteuning nodig heeft, dan kan hij bij de control room op basis van AMX-apparatuur ondersteuning aanvragen en nemen zij op afstand zijn bediening in de ruimte over. Met dit systeem zijn we in staat om de eerstkomende jaren ons de groei in aantallen studenten goed te kunnen opvangen en onze studenten in collegezalen te kunnen huisvesten. MK2 probeert na oplevering het systeem preventief te monitoren en te onderhouden. AMX is een onderdeel van de Professional Solutions divisie van Harman. Hieronder vallen besturing, audio, audio en video switching, asset management, microfoonsystemen, versterkers en onder andere verlichting. Deze producten zijn allemaal gefocust op de professionele audio- en videomarkt. Wij zijn een global company. We hebben meer dan 20.000 medewerkers wereldwijd. We zijn marktleider en al meer dan 60 jaar op de markt. Wij zijn trots dat we als MK2 dit systeem hebben mogen installeren op de TU Eindhoven en we krijgen er vele goede reacties op.